zien we alles geweest. Toch wel wat jurkjes geleden, hè? En hoewel de ketel nog open is, zien ze Nibli. Sterker nog, wij zijn boos. En dit was toen, als ik me niet vergis, een heel leuk gesprek. Dat is een soort van... hoeskamer. Geen stageplekken meer. Onze leider is weggeschopt. Er worden geen spullen meer ingenomen. In dolk in de ruk van het gewone volk. Nou. Terug naar de eenzaamheid. Oh, dat klinkt wel heel... Hallo. Hallo. Kom maar binnen. Mogen we binnenkomen? Altijd. Ja. Voor de tweede keer. We mogen binnenkomen voor de tweede keer. Want we zien niet alles geweest. Dat klopt. En we rieden net door smakelijk trouwens. Dank je. En we rieden net hier door het dorp. En we zien de teksten allemaal. Klinkt niet goed. Is het niet goed? Wat is er aan de hand? Ook smakelijk trouwens. Dankjewel. Onze coördinator is ontslagen. Oh. Die moet per 1 april moet die weg. En dat is geen grap. En dat is geen grap. We zouden het willen. Dat is al 3 kwartier of zo aan de gang dat we dat weten. Ja. Wij willen dat niet. Uh-huh. Ik zeg het zo van nou. Ja, dat heeft iets met. Ik heb dit allemaal op te doen. Ja, we zien er nou toch. Ik ben geen goede prater, dus ik hoop dat je heel goed de route kunt knippen. Nee. Oh, jawel. Nee, we knippen niet. Niet? Nee, omdat we hier eerlijke televisie maken. Oké. Okay. Maar dat maakt niks uit. Nee, maar ik kan het heel moeilijk uitleggen, want ik ben het eigenlijk 100 keer aan het uitleggen en 100 keer heb ik zoiets van ja, wat ben ik eigenlijk aan het vertellen. Vertel, dan denk ik niet te zeer nou over wat gezegd, maar vertel het met gewoon... Met de camera op mijn gezicht, wacht, niet doordrinken. Mag ik even heen gaan zitten? Mag ik even gaan zitten op die stoel? Ja. Dat is maar kijk, want dan zitten we op dezelfde oorgeugde. Oké. Okay. En dan vergeet die andere jongens maar. En dan kijk ik gewoon diep in die ogen. En van mooie ogen. Dat moet oh, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Opnieuw. Ik ben Bas trouwens, Dick Bis. Ik ben Carla. Hey Carla. Hebben we de vorige keer ook met elkaar gesproken? Nee, ik toen? Hoorde de vorige keer nog niet. Ah, toen was er nog niet. Nee, hier hangt nog ergens een foto van jullie. Echt hoor? Ja. Ik weet net van niet waar ze hem hebben gehangen nou. Op het toilet misschien? Nee. Nee, absoluut niet. Maar nee. Carla. De coördinator moet per... wie is dat? 1 april, dat is Nicole Hamakers. Nicole. Hoe lang is Nicole hier al? 10 jaar. Die huurt hij net zoals tegen, volgens mij bij het meubilair? Ja, zoiets ja. Nicole heeft het mij opgezet 10 jaar geleden. Het werkt 10 jaar perfect. Het is opgebouwd. Nicole heeft een netwerk, daar zei de u tegen. Nicole heeft goede ideeën. Nicole heeft het gewoon als de ketel gemaakt. Oké. Okay. En wij dus zonder Nicole is de ketel niks? Nee. Nee, echt. Die ketel is Nicole. Dus, En nog even voor de duidelijkheid. Wat gebeurt er allemaal bij de ketel? Want ik heb heel veel dingen gezien. Van bloed prikken tot... zeg het zelf maar. Nou zit er toevallig boven vluchtelingenwerk. Flybakken. De flybakken. De bekker zit achter de bakken. Dus de bakken. Oh, ruik ik dat? Ja, dat rukt. En op dinsdag doet hij die waffels bakken. Ja, dan doen we waffelen bakken. Is dit een soort hoeskamer voor de week? Ja, eigenlijk voor iedereen. Voor iedereen? Voor iedereen. Dus ook van Boetemeers. Van Boetemeers, ja. Ja. Want ik zoog ook al iets, en dat duurt me dan toch wel pien. Er stond iets van welkom terug eenzaamheid of zoiets. Ja. Het is eigenlijk in principe opgezet, mensen die eenzaam zijn... Dat die een plek hebben waar ze naartoe kunnen komen, waar ze elkaar kunnen treffen, waar ze een kop koffie krijgen, waar ze de krant kunnen lezen, noem maar op. En
Dat werkt. Dat het is inmiddels niet alleen maar voor eenzaam, het is eigenlijk voor iedereen. Maar ik ben bang dat er heel veel mensen zijn die nou toe blijven zitten, als we gesloten zouden zijn. Want zonder coördinator kan dit niet draaien. Dat willen we niet. Nicole doet zoveel meer als alleen maar hier een kop koffie zetten of iets organiseren. Nicole doet, die helpt mensen. Ook bij dingen wat we niet zien. Hier komen mensen binnen met bepaalde hulpvragen. En of dat nou iemand is van die wil naar het ziekenhuis gebracht worden. Ja. Of met een dokter gebracht. Dan springt ze in de bres. Ja, of mensen die verder willen met papieren. Of, ja, ze doet alles. En waar wordt Nicole van betaald? Dat is dus heel lastig om uit te leggen. Nicole is gesubsidieerd door de gemeente, mm-hmm. maar dat werd betaald door MIG-PIW. Lastig allemaal, mooi. Ja, MIG best wel kwijt, ja. Maar in ieder geval... Nou, MIG eigenlijk ook al. Dan is het probleem dat we hebben gezegd van nou, de gemeente wil nou dat het traject, dat is ook van de gemeente, ja. Die zorgt voor het maatschappelijk werk, van die... hun subsidiëren dat. En dan komen twee banen dadelijk terug. Nicole heeft nou een baan van 32 uur. Ja. En we kregen dadelijk, als we hun de zin kregen, één baan van 16 uur voor hé. Ja. En één baan van 16 uur voor alle hoeskamers samen in Meersen, Groot Meersen. Oké. Nicole duurt ook heel veel voor de andere hoeskamers, samen met de hoeskamers. Dus we hebben zoiets van, waarom moet dat veranderen? Als ze al alles deed wat er moet gebeuren. Hebben ze dat uitgelegd aan u? Ja, maar waarom ze dat doen? Ik ben ze al heel snel kwijt geworden. Het was een ingewikkeld verhaal. Een heel ingewikkeld verhaal. En, sorry, ik zet hem even goed. Wat een leuk deuntje. Ja. Here comes the sun. Hè? Ja. Ja. Op een bewolkte dag. Misschien is dit een goed teken. Dat de zon voor ook misschien straks toch nog iets zien heeft. Ja, weet ik niet. Ja, maar de zon schijnt altijd voor mij dus. Dat ja, best wel een positieve. Ik ben wat dat betreft wel optimistisch, ja. Dus het zit wel iets over het feit dat ze zoet er neergeslagen is als het over de ketel gaat. Ja, zeker. Dit ze kriegen dit niet gauw. Dit is dit is ook mijn hoes, mijn onderkomen. Hier ga ik naartoe als ik thuis niet lekker zit. En het Rijnkind heet terecht als ze niet lekker zitten. Ja. Hier is voor iedereen, dit is een soort van herberg die altijd open is. Ja. Ja. Hey, ik kon, ondanks het feit dat we geen journalistiek programma zien, kon ik toch even op de stoel van de tegenpartij, nou dat klinkt zo negatief, van in dit geval de gemeente zitten. Ja. En dan zeg ik van, verandering hoeft niet per definitie achteruitgang te zijn. Nee. Waarom zit ook gevuld dan als dat gaat veranderen, dan gaat de zaak dicht. Nou, hoe is dat gevoel wat ik al zeg, het netwerk van wat Nicole heet, dat hebben wij niet, dat hebben anderen niet. Ze zouden eigenlijk al, omdat het al zo lang, dat we weten dat Nicole weg moet, ze zouden in november of zo, zouden ze al beginnen met een sollicitatieprocedure. Mm-hmm. Die is er nog steeds niet. Volgende week is het 1 april. Duurt nog 10 dagen of zo. Dus er is nog geen... Er is nog helemaal niks of niemand. Dat zal toch overgegeven moeten worden. Nicole zal het toch door moeten geven, inwerken, weet ik het. Oké. Okay. En ik vind dat wij wel mogen weten wie dat is en ook een beetje een vinger in de pap mogen hebben of we daarmee kunnen werken. Of de persoon wel past heeft. Ja, want van de vrijwilligers zullen het moeten hebben. Ja, want... Als die weglopen? Nou ja, ik weet uit ervaring, als journalist zien wie belangrijk netwerken kunnen zien. Als die een groot netwerk is, dan kun je heel snel gaten vullen en oplossingen aandragen en mensen benaderen die iets voor zich kunnen betekenen. En als dat wegvalt, dan kan ik me voorstellen dat het een groot probleem is. Ja. Los van het feit dat het aantal oren voor de ketel sowieso al gehalveerd wordt. Ja. Dus van 32 oor weer dat nog 16 oor. En het is maar de vroeg we kunnen niet best, dat kan ik ook wel, meneer een kop koffie geven of een tosti maken of iets organiseren. Maar alles wat er om hen gaat, wat de mensen... Ja, die met hulpvragen hier komen, dat kunnen wij allemaal niet. Dat hebben wij niet. Geen zin in de vaste bezoeker, hé?
Ik ben 2 keer de week hier, ja. Oké. Okay. Ja. Oetmeerse of van Boetemeerse? Nou, ik ben opgegroeid in Meerse. Ja. Ik woon in Borgharen. Oké. Okay. Maar mijn zwager zit in het bejaardencentrum in Bunt. En mijn schoenzuster zit in het bejaardencentrum in Beukloord. En dat combineer ik altijd even schattig naar hun. En dan kom ik even gezellig bij hun zitten. Eten, gedrinken, praten. En op donderdag ga ik naar mijn schoenzuster toe. En donderdag hetzelfde, even met haar. Even alles doornemen. Dan kom ik weer heen. En dan weer gezellig even eten, gedrinken. Het is trouwens alleen van Meersen. De halve dingen aan van vroeger nog, van Meersen, wie je toen was. Ja. Ja, ik zou het inderdaad hartstikke jammer vinden als dit toegeeft. Mm-hmm. Want ik merk het ook, de leuk, bedoel, het is een leuk kindig eigenlijk, alleen van zeeën. Maar de merk toch aan de leuk, dat zit, ja, eigenlijk niet eens omgekeerd. Even een bruidje, al is het maar een half uurtje. Ja. Al is het maar een half uurtje.